Daily Minutes nummer 1596 met een uitzending van vandaag 16 april 2019. Dit is het bulletin van dinsdag. Ik heb vandaag kort data. Deze bestaat uit twee afbeeldingen. Een MFSK 64 bij 1500 Hz. MFSK 64 bij 1500 Hz. En dat is van de in deze uitzending behandelde Beveridge antenne schema's. Deel 3 van de serie over antennes. We hebben vandaag ook nog een deel uit de serie over repeaters, zolang die nog loopt. Deel 3 van de nieuwe serie over antennes, moet ik zeggen. Ik beschreef gisteren al het begin van een antenne waarvan de komst enkele tientallen jaren geleden de competitie van contesten op de lage banden bepaalde. Er was een moment voor de Beveridge antenne en er was een moment na die antenne. De antenne bestaat simpelweg uit een draad, relatief laag gespannen, waarbij de antenne in tegenstelling tot kortere draden niet dwars op de richting ontvangt, maar juist in de lengterichting. Dit is het geval als een dergelijke draadantenne langer is dan een halve tot 1/5 golf, dan gaat die de andere richting uitstralen. De antenne heeft tevens een voor-achterverhouding. Ik zei gisteren dat de weerstand de achterkant van de antenne was, maar dat klopt niet. De antenne straalt in het verlengde van de antenne in de richting vanaf de zijde van de weerstand. De voordelen van de antenne zijn, zoals gisteren ook al genoemd, de grote bandbreedte en het richteffect. Bovendien is het stralingsdiagram een paar graden omhoog gericht, wat een belangrijke positieve factor is. Nadeel is de onpraktische grootte ervan, waardoor het nagenoeg onmogelijk is om hem draaibaar op te stellen. De antenne is verder een lopende golfantenne. De meeste antennes zijn staande golfantennes. Nou, ik wou deze uitzending zonder versprekingen doen, maar ik heb er al twee gehad. Neatly edited out. Harold H. Beveridge experimenteerde al in het jaar 1919, deze haal ik er niet uit, met ontvangstantennes vergelijkbaar met de Beveridge antenne. Dat was op het Otter Cliff Radio Station, een ontvangststation van de Amerikaanse marine in de staat Maine. Beveridge ontdekte in 1920 dat een anders bijna bidirectionele draadantenne unidirectioneel wordt, dus in één richting werkt, door hem dichtbij de verliesrijke aarde te plaatsen en het uiteinde van de draad te eindigen met een weerstand. Rond 1921 waren er al Beveridge lange golfantennes opgesteld in de staten New York, Maine, New Jersey, Massachusetts met lengtes tot 14 kilometer lang voor de transatlantische telegraafverbindingen naar Europa. Patent voor de antenne werd verkregen in 1921 en er werd vernoemd naar de uitvinder Beveridge, zoals al bekend. In Holton, Maine werd waarschijnlijk de grootste Beveridge antenne ooit gebouwd door AT&T. Deze antenne was bedoeld voor transatlantisch telefoonverkeer en werd in gebruik genomen in 1927. Deze antenne bestond dus uit een array van 4 Beveridge antennesystemen en de antenne was 5 kilometer lang en 3 kilometer breed. Een Beveridge antenne bestaat dus uit een horizontale draad van een halve tot meerdere golflengte lang, opgehangen dicht bij de grond, meestal 3 tot 7 meter hoog, in de richting van de signaalbron gericht. Aan het eind in de richting van de signaalbron, ik zei dat al, wordt deze afgesloten met een weerstand die ongeveer gelijk is aan de karakteristieke impedantie van de antenne. De antenne die kan in feite worden beschouwd als een transmissielijn, een open lijn, samen met de aarde. De impedantie bedraagt gewoonlijk 400 tot 800 ohm. Aan de andere kant is de antenne via een balloon, die ook de impedantie aanpast, verbonden met de ontvanger door middel van bijvoorbeeld een open lijn, een coax kan ook. In tegenstelling tot andere draadantennes zoals dipool- en monopoolantennes, die werken als resonatoren waarbij de radiostromen in beide richtingen langs het element bewegen, heen en weer tussen de uiteinden stuiterend als staande golven, is de Beveridge antenne een lopende golfantenne. Ik zei dat al. De hoogfrequente stroom reist in één richting langs de draad, in dezelfde richting als de radiogolven dat doen. Het ontbreken van resonantie zorgt erbij voor een veel grotere bandbreedte van, ten opzichte van resonerende antennes. Ondanks dat de draad horizontaal gespannen is, ontvangt hij verticaal. Maar in tegenstelling tot andere verticaal gepolariseerde antennes hangt de antenne dus dicht bij de grond en vereist enige weerstand in de grond om te kunnen werken. Het zal niet iedereen, denk ik, direct duidelijk zijn waarom een transmissielijn, dus een open lijn, in het ene geval niet straalt en in het andere juist wel, in dit geval dus. De open lijn die de draad met de aarde of soms met een counterpoise vormt, werken samen als een zeg maar lekkende transmissielijn, die energie absorbeert van de radiogolven. Een lekkende transmissielijn dus. De snelheid tussen de wisselstroom in de antenne, die is minder groot dan de snelheid van het licht. Dat komt vanwege de verkortingsfactor van de bodem. Om het eenvoudig te stellen, wordt de werking van de antenne, dus de werking van het lekken van die transmissielijn, veroorzaakt door het verschil in snelheid tussen de wisselstroom in de antenne en die van het ontvangen golffront.
Ik zei het eerder al, aan het eind van deze uitzending twee afbeeldingen in MSK en FSK 64 bij 1500 Hz van hoe de in deze uitzending behandelde beverage antenne eruit kan zien. Voor de beschrijving van de beverage antenne in dit deel heb ik goed geshopt en dat was in het vorige deel ook zo in Wikipedia. Ik had verder nog een dienstmededeling. Je kunt je sinds afgelopen weekend weer abonneren op de beide podcasts in dit geval. De oude podcast doet het ook nog. De nieuwe, dat is dmpodcast.net. /feed, F-E-E-D, Delta Mike, dus DM, podcast.net, aan elkaar vast, /feed, F-E-E-D. En later zullen die beide podcasts gesplitst worden. Nu brengen ze al beide de Daily Minutes, zowel als andere dingen waar ik mee aan het experimenteren ben. Denk eraan, vandaag is de dienstaaronder. Ik weet niet eens of hij doorgaat, omdat Danny aangekondigd had te zullen stoppen. Harold H. Beveridge experimenteerde in het jaar 1919 met het ontvangststation met een ontvangstantenne. Plopper. Daily Minutes nummer 1516. Ja, dat deel 20 van de serie over repeatertechniek. Ik was gebleven bij de ATV-repeaters, zoals ik al zei. Ik meldde eerder al dat het niet heel duur is of heel moeilijk om met ATV te beginnen. Om ATV in FM op 23 centimeter te ontvangen kun je vaak een ouderwetse analoge satellietachterset gebruiken zoals die in eerdere jaren voor de satellietontvangst, voor tv-satellietontvangst werd gebruikt. Er moet daar nog wel een antenneversterker voor geplaatst worden meestal. Je kunt ze af en toe kopen in kringloopwinkels en je komt ze her en der nog wel tegen, soms zelfs nog wel nieuw. Ook te koop, maar niet zo makkelijk meer als een paar jaar geleden, zijn modules van Comtech uit Engeland voor 23 en 13 centimeter. Ik heb hier de verkeerde banden staan. Niet heel duur en als ik me nu niet vergis, compleet gebouwd, maar niet in behuizing, zowel zender als ontvanger. En verder PE1ACB heeft een aantal zaken voor ATV op zijn site staan die nogal populair zijn. Onder andere een bouwpakket voor een ontvanger op 23 centimeter voor €110. www.pe1acb.nl, dat is Alpha Charlie Bravo. En dan klik op ATV modules. Wil je PI6 ATV via de ether bekijken, want dat is toch het leukste, dan heb je een LNB nodig voor 10 GHz, zoals die ook voor tv-ontvangst gebruikt werden of worden, plus een achterzet. Ik ben vergeten welke afdeling, maar bij PI6 ATV, website pi6atv.com, weten ze dat ongetwijfeld. Er is een afdeling ergens in Zuid-Holland die dergelijke LNB's door de fabrikant op de juiste frequentie gezet verkoopt. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. Whoever hears this is crazy.
En microfoon naar retour.